Yo boys, Kampersk hier en welkom bij een nieuwe FIFA 20 video. Ik heb net al de objectives gedaan van die UCL. Zo, ik ga ze nu claimen en dan kunnen we terug pakketjes open doen. Ik ben eens benieuwd of we iets kunnen krijgen. UCL Rare Player Pack. Daar gaat mij maar in zitten, jongens. Knight of the Stars. Een 2-player pack. En dan een Small Electrum Player Pack. Allemaal claimen. En dan nog een Prime Gold Player Pack van de groep reward. Zo jongens, dat zijn 4 pakketjes van deze. En ik had juist nog een milestone van Rival Wins. De 100 Rival Wins. En daar had ik een Rare Player Pack voor gekregen. Dus we kunnen normaal gezien 5 pakketjes open doen. Voilà. 5 pakketjes. Zo. Met welke gaan we beginnen, jongens? 2-player pack of Small Electrum? Doe maar Small Electrum, hoppakee. Come on, EA. Be nice to us. Dit is al helemaal niks. Helemaal niks. Al geluk dat we deze als eerste hebben gedaan. We hadden nog geen enkel speler ervan, dus ça va nog. Een 2-player pack. Kom maar, 2-player pack. Let's go. Oké, dit is ook geen vette. En dan hebben we hem nog. UCL Rare Pack. Kom aan, jongens. Kom aan, EA. Walkout. Walkout, oké. Duitsland. Oké. Lekker. Heel lekker zelfs. Marco Reus. Bam. Dikke kaart. Untradable, maar maakt niet uit. Wat een kaart. Lekker. Gaan we beginnen met Prime Gold Player Pack. Ja jongens, Royce, UCL, lekker. Bordjes, Fransman. Spits. Oeh, ben jij er? Lekker. Is nu niet meer zoveel waard. Ik denk dat het van een 10-15k of zo. Maar toch een dikke kaart. Ik heb hem al in mijn ploeg staan, dus kan ik mijne verkopen. Zo. Oh, die kan ik niet verkopen. Heb ik die misschien al in de club of zo? Ja, weg ermee. Bellini. Die kan ik verkopen. En de rest in de club. Oké. En dan nog een rare player pack. Kom aan, EA. Walkoutje. Is toch een tradable? Doe maar een walkout. Een inform. Spanje. Oké, Perez. Het is toch weer al een inform kaartje die ik misschien kan gebruiken voor een SBC. Een van de komende keren. Wie weet, wat zit er nog in? Jongens, dit is eigenlijk geen slecht pakketje. Hier nog 84ers erin. Wel allemaal een trailbomb of SBC's. Niet slecht. Hier heb ik die dubbel. Nee, dat is een trailbomb. Die kan ik nog wel verkopen. En die ook. Die gaan we discarden. En dan hebben we nog een mooie inform die ik kan gebruiken voor een SBC'tje binnenkort.
Oh jongens, de beste pool, Marco Reus. Zeker de moeite. Laat me ook weten in de comments onderaan of dat jullie deze objectives ook hebben gedaan. En als je nog meer van deze video's wilt zien, geef me ook een duimpje omhoog. En ik zie jullie graag terug in de volgende video. Ciao, ciao.